4 miljoen Nederlanders zijn niet digitaal vaardig. Door bijvoorbeeld slechtziendheid en analfabetisme missen ze informatie op internet en in digitale documenten. We mogen deze mensen niet buitensluiten. Daarom is het belangrijk dat we de informatie op internet en in documenten voor iedereen toegankelijk maken, zodat iedereen digitaal vaardig is. Jantina Karels-Bosma is blind sinds geboorte. Ze is medewerker digitale toegankelijkheid. Dankzij haar schermlezer kan ze de informatie op de computer, internet en digitale documenten lezen. Hey Jantina. Hi Vincent, goedemiddag. Je gaat mij wat vertellen over digitale toegankelijkheid. Ja, klopt. Want als waterschap werken we daaraan en onze bewustwording willen we verbeteren, vergroten. Ja. Oké, en digitale toegankelijkheid, dat is belangrijk voor het waterschap. Kun je die berichten dan ook luisteren? Niet echt, want als je het luistert, dan zijn het korte koppen. Ja. En die geven niet echt zeg maar, goed aan ja, wat de informatie dan eigenlijk is waar ze het over hebben. Net als de kop die bij deze website zit. Oké. Wat zouden we kunnen, wat moeten we doen om het zo te maken dat je het wel kan zien of horen? Het zou beter worden als wij ervoor zorgen dat de koppen duidelijker zijn. Je mag het wel proberen als je wilt. Ja, graag. Dan is het wel handig als je je ogen even dicht doet. Ja, want anders goed. Zie je niks. En waar moet ik maar aan doen? Dan kan je met het pijltje omlaag kan je er zo doorheen lopen. Ja. Ik even mijn ogen dicht. Ja. Door ons veranderde groenbeleid passen wij ecologisch beheer toe op ongeveer 60% van onze bermen. Als je dan zeg maar verder naar beneden scrollt, dan kom je zo'n kop tegen. Kopniveau 2 potstal. Ja, dat zegt niet echt iets over... Nee, want dit begrijp ik niet. En met zo'n afbeelding, hoe werkt dat? Ja, die wordt dan voorgelezen. Ja. Maar hier staat dan als tekst bij waar gaat ons maïsel naartoe. Maar dat zegt niks over wat er op de afbeelding staat. Nee, want daar staat lucht en een grasveld op. Ja, ik begrijp dat we nog heel wat werk te verzetten hebben, zodat echt al onze informatie voor iedereen toegankelijk is. Ja, klopt. Waterschappen gaan daarom collega's trainen, zodat ze leren hoe ze documenten en sites duidelijker kunnen maken en iedereen met een beperking deze kunnen lezen. We willen niemand buitensluiten.